Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 21 van de Eredivisie en de KNVB-bekerwedstrijden. Laten we met die KNVB-bekerwedstrijden beginnen. AZ, FC Utrecht werd 1-1 en na de verlenging won FC Utrecht met 1-2. De Graafschap won met 3-0 van de Treffers. NAC Breda Heerenveen werd 1-2. PSV tegen FC Emmen werd 3-1. Spakenburg Katwijk werd 1-1 en Spakenburg won na penalties, geloof ik. Feyenoord NEC werd 2-2. Na verlenging stond het 4-4 en Feyenoord won de penalties. FC Twente Ajax werd 0-1 en ADO Den Haag won met 1-0 van Go Ahead Eagles. En dan waren dit de wedstrijden van speelronde 21 van de Eredivisie. AZ won met 5-0 van Excelsior. NEC speelde weer gelijk 0-0 tegen Cambuur. PSV won met 6-0 van FC Groningen. FC Emmen, Fortuna Sittard werd 0-1. Sparta, Go Ahead Eagles werd 2-1. Heerenveen verloor met 1-2 van Feyenoord. Vitesse won 2-0 thuis van FC Utrecht. Ajax won met 3-1 van RKC en FC Twente won met 3-0 van FC Volendam. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Feyenoord staat bovenaan met 46 punten, dan komt AZ met 44 punten. Ajax staat derde met 43 punten, dan komt PSV met 42 punten. Dat staat allemaal heel erg dicht bij elkaar. FC Twente op de vijfde plek met 40 punten, dan komt Sparta met 37 punten. Die heeft een groot gat geslagen richting FC Utrecht. FC Utrecht staat namelijk 7e met 33 punten. Heerenveen 8e met 27 punten. RKC en Fortuna hebben 26 punten. NEC op de 11e plek met 24 punten. Dan komt Vitesse met 23 punten. Go Ahead Eagles op de 13e plek met 22 punten. Excelsior staat 14e met 20 punten. Volendam op de 15e plek met 17 punten. FCM op de 16e plek met 16 punten. En dan Cambuur en Groningen onderaan met 13 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Ik was weekwinnaar, tweede keer pas dit seizoen, maar ik had heel veel punten behaald, waardoor ik nog weer meer uitloop. Ik sta nog steeds bovenaan met 188 punten. Dan komt Stan op de tweede plek, die een hele grote sprong heeft gemaakt met 169 punten. Colino staat derde met 167 punten. Thomas op de vierde plek met 166 punten. Lars en Games hebben 165 punten. Jurgen staat zevende met 164 punten. En Luc op de achtste plaats met 162 punten. Dan gaan we eindelijk weer eens Europese wedstrijden voorspellen. We hebben twee wedstrijden voor de tussenronde van de Europa League. Namelijk Ajax tegen Union Berlin. En Sevilla moet thuis tegen PSV. Dan de wedstrijden voor speelronde 22 van de Eredivisie. RKC tegen Fortuna Sittard. Volendam thuis in Volendam tegen Vitesse. FC Groningen ontvangt FC Emmen. Feyenoord in de topper tegen AZ. Een leuke derby, Cambuur tegen Heerenveen. FC Utrecht ontvangt PSV. Go Ahead Eagles moet thuis in de Adelaarshorst tegen FC Twente. Ajax ontvangt in de Arena Sparta. En Excelsior moet tegen NEC. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.